heeft hem in één keer los. Oh, 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 what the fuck, gast? Vloog de vogel uit. Hij zijn zijn vrienden. Wat? Waar ging tussen jullie door? Ik heb een mooie engel nou, maar niet omhoog schieten, hè? Welkom bij de vlog van Enzo. We gaan met z'n allen zo van let's go. Het wordt vandaag weer een gekke show. 4 uur online, dus tempo. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik sta hier in de achtertuin met een heerlijk kopje cappuccino. Je hoort de vogeltjes fluiten op de achtergrond. En afgelopen nacht werden Marvin en ik wakker en we schrokken ons kapot. Het bed wat we hebben is best wel groot en daarom laat ik mijn telefoon aan de zijkant van het bed liggen. Maar wel op het bed en ook mijn vlogcamera had ik vannacht op het bed gewoon gelaten. Dat heb ik vaker gedaan, nooit iets misgegaan. Maar vannacht heb ik blijkbaar een move gemaakt, waardoor ik de camera van bed stootte. Die viel op de grond en nu kan ik niet meer in en uitzoomen. De lens is kapot en er is een stukje van de lens afgebroken. Meen je dit? Zo knullig. Ik doe echt de gekste dingen en het gaat allemaal goed. En dan ga ik slapen met de camera in bed en dan valt hij en dan is hij gewoon kapot. Dus ik ga nu meteen eventjes hier in de studio een nieuwe lens bestellen. En dan ga ik deze even opsturen en laten maken. Maar het is wel een partijtje knullig. Ongelooflijk. In ieder geval, het is mooi weer. Ik hoop dat jullie er zin in hebben vandaag. Ik in ieder geval wel. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. En proost! Zo, ik heb deze twee balletjes eventjes gevuld met water. En dit is echt ideaal. Dit is echt een aanrader. Marvin en ik hebben dat bij meerdere grote planten in het huis. Het zijn gewoon dus van die staafjes met een bal. Vul je met water en die steek je in de plant. En dan voedt hij zich vanzelf. Hij pakt zelf water als nodig is blijkbaar. Werkt echt ideaal. Dit is echt een grote plant. Dus daar doe ik 2 van deze in. En tot mijn verbazing waren die al helemaal leeg. Dus die heb ik even bijgevuld. 1, 2. Hoppakee, dat is 1. 1, 2. Andere kant. Hoppa. Zo, dan krijgt die plant in ieder geval genoeg water. En dan op die manier blijft deze ook gewoon een beetje mooi. Want dit is wel echt een hele gave toevoeging hier aan de studio. Ook al merk ik wel dat zelfs met een plant, met een moswand, ik nog steeds akoestisch materiaal nodig heb voor deze ruimte. Ook al moeten de gordijnen nog komen. Dus ik hoop echt dat dat verandering gaat geven. Want ik vind het nu nog steeds niet goed genoeg voor opnames. Maar als die gordijnen komen, dan zou het echt goed genoeg kunnen zijn voor opname. Tenminste, dat hoop ik. En anders zat ik eraan te denken om misschien nog hier, want daar komt dus dat airco-systeem boven. En om hier in deze hoek misschien nog wat panelen te doen voor akoestiek. Of dat ik misschien boven, tussen de spotjes hier, dat ik daartussen nog iets van een paneel doe of zo. En daar in de hoek, daar, daar, daar en daar. Dus dat zou eventueel nog kunnen. Maar de ruimte, zo fijn om hier te werken. Ongelooflijk. Nog een weekje, dames en heren. En dan lever ik binnenkort de Crocs in voor weer een beetje normale schoenen. Want dan wordt het helemaal betegeld en komt er gras. Zijn we er nou uitgekomen, schat? Uit de tegels? Ja, toch? Die roestige gaan we doen, hè? Nee, toch niet, hè? Nee, we gaan toch niet die roestige doen. We gaan toch meer die egale doen. Omdat we best wel veel dingetjes in de tuin gaan neerzetten. Ik zal jullie nu een beeld wel even laten zien. Dit waren de roestige tegels. Die hebben we dus uiteindelijk niet gekozen. We hebben deze gekozen. Dit zijn die egale tegels. Dus die zijn veel meer plain over de hele tuin verdeeld, zeg maar. Ik denk dat dat heel erg mooi wordt. Schoentjes aan en gaan. Yes. Lekker bewegen. Zo, kijk deze man even bezig zijn hier. Wat? Heb jij gewoon een draadloze bladblazer? Ik ben niet handig, maar dit leek me ideaal. Ziet er wel vet uit. Goed, ja. Netjes, alsof ik de rode loper voor je uitloop. Weet nou, je? Dankjewel. Ik nou, het ziet er hier ook heel netjes uit. Goed voor elkaar, ja. Man. Nice. Welkom. Ja. Ja, dankjewel. Kort broekje aan. Lekker. Heerlijk. Ja, ik heb even zin in de zomer. Nou, mooi. Knappen. Weet je zo'n die voorjaar schoonmaken. Ken je dat? Nee. Ik heb het doekje schoongemaakt, gepoetst, die trappetjes schoongemaakt. Ik heb gewoon die voorjaarskriebels. Ja, lekker man. Ja, ik vind mooie knolpauwe rode beest om zo te zien. Ja, ziet er hier goed uit hoor. Lekker hoor. Wat gaan we trainen vandaag? Mooie puintjes die al 3 weken weg moeten. Ja, dat ben ik. Kijk, daar hebben we de bezem. Wat gaan we trainen? Full body. Nice. Full body. Let's go. Ja. We gaan extra pimmetjes. Extra pimmetjes. De bicepsjes. Ah, dat is een goeie. Dat is een goeie. Nou,
nou? Meikeventje, hey, maatje. Ja, je hebt hem gered. Ik heb hem gered. Yay. Ik ga sowieso weer vliegen. Ik zet hem hier neer. Kijk. Alsjeblieft. Oh, die lag gewoon op de kop. Ja, dan kan hij niks meer. Nee. Gisteravond in de studio, dat is echt bizar, hè? Echt bizar. Ik had het licht aan van de studio en ik dacht serieus dat iemand op het raam klopte. Dat is een meikever. Meikever. Omdat het licht zo hard aanstaat in de studio en er omheen helemaal donker is, gaat die meikever keihard tegen het raam zo. Echt keihard. Maar als je je deuren open hebt, ik denk dat je er in de avond wel 5 binnen hebt. Nee, ik heb er al 2 binnen gehad, hè? Ja. Ja, die komen op licht af volgens mij. Ja, die dingen zijn groot. Oh, wat doet hij nou? Ja, hij is ook moe van trainen. Wat doet hij nou? Gast. Je moet ook niet zo vaak bij Pim sporten, joh. Kijk eens, maatje. Alsjeblieft. Nou, de laatste keer. We gaan er nu vandoor. Ja, nu is het klaar. Zo, grote pissenbed ook hier. 10 seconds later. Myron, dit ga je niet geloven. Is hij er al vervallen? Ja. Wat doet die gast? Wat doet die gast? Ja. Hij zat hier op de hoek en hij laat zichzelf gewoon vallen helemaal van boven op de grond hier. Nou, nu ga ik er echt vandoor, hoor. Ongelooflijk. Deze meid is zo sportief. Ja, je was graag meegegaan, of niet? Ja, heel graag. Dat dacht ik al. Ik wou zo graag mee, maar hoe moet die auto thuiskomen? Ja, dat dacht ik al. Anders was je met me meegelopen, denk ik. Zeker weten. Nou, ik zie je zo. Ik denk dat dit ongeveer 25 minuten lopen. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe laat je thuiskomt. Nou, tot zo, meneertje. Tot zo, schatje. Doei. Bye. Nou, daar gaat ze. Bye. Myron die wilde heel erg graag het laatste stukje lopen naar huis. Alleen vanaf Pim naar huis vond ze toch net even wat te ver. Maar nu halverwege. Dus trots. Myron is echt een freaking beast. Het is niet normaal. Hoeveel energie Myron heeft en hoe hard ze traint. En dat is ongelooflijk. Daar heb ik alleen maar respect voor. Dat is echt niet normaal. Nou goed. Iemand moet de auto naar huis brengen. Dus ja, dat ben ik in dit geval. En dan gaan wij maar even lekker douchen. En mijn haar die begint lekker te groeien en te groeien en te groeien. Het begint echt lang te worden, ook aan de zijkanten. Het wordt ook een klein beetje geel. Dus ik ga straks even zilver shampoo in mijn haar doen. Dan wordt weer een beetje lichtelijk. Wordt een beetje blond, een beetje wit. Nice. Zo, dames en heren. Mijn haar is helemaal paars. Er zit allemaal zilver shampoo in. En dit gaat ervoor zorgen dat mijn haar weer straks wat blonder en wat witter is. Ik ga het even lekker wassen. Tot zo. Ik loop de trap af, ben klaar met douchen. En wie is hier voor de deur? Goedemiddag. Wat een timing. Ja, ziek. Ik ben echt net klaar. Ja, weet je. En ik heb eindelijk mijn knolpower shirtjes terug. Waar waren ze? Ik had nog gevraagd aan Maya, ben je ergens tegengekomen in een doos of wat dan ook? Ja. Maar ze lagen dus helemaal achteraan in de hoek in een doos. En daar stond op knolpower t-shirts. Yay. Let's go. Dit is het best verkochte t-shirt trouwens, de Splash. En die heeft ook echt een hele vette achterkant. Die ziet er zo uit. Met allemaal knolpower achterop. Echt gruwelijk. Perfect shirtje, ideale fitting. Dus check even knolpower.nl voor best verkochte shirtje of misschien een ander shirtje als je deze niet zo vet vindt. Oké. Zo, helemaal fresh. Dat was even een timelapse dat ik hier zat op mijn bureaustoel. Allemaal visdraadjes aan elkaar aan het knopen was met de skateboards. Want die hangen nu, dames en heren. Ik ben er super blij mee. Ze hangen misschien nog niet allemaal even recht. Maar check eens eventjes het eindresultaat. Er zouden hier nog 2 bij kunnen, dus dat is eventueel voor de toekomst. Maar dit ziet er wel echt heel erg tof uit, vind ik. We hebben de knolpower, we hebben hier allemaal skateboards van Supreme, we hebben hier Dragon Ball Z en we hebben hier dan de Lamborghini. Dus ja, dit is een mooie collectie. Ik vind het er echt heel erg vet uitzien. Ik vind vooral Dragon Ball Z, deze in het midden, de rode, deze vind ik echt keihard. Dit is zo vet. Ja, gruwelijke collectie aan skateboards. Ik vind het echt heel tof. What up? It's your boy. Hey, we leven in de death of hier. Wauw. Nice, hè? Ik zei net op tegen Mario, het lijkt nou veel groter. Ja, alles hier. Omdat het allemaal egaal is geworden. Zo. Precies. En ze zei, je moet helemaal vanuit achter kijken en dan lijkt het super groot. Ja, dat is bizar, hè? Dus ik ga even checken. Zo. Zo, wat ziet er goed uit, bro? Ja, het moest, hè? Jij bent echt gesteld. Voor de podcast, man. Je hebt roze schoenen. Damn. Clean. Ja, joh. En? Zo, roze armbandje, roze logo. Zie dit. Ja, nice. Ja, dit is ook wel vet, ja. Dit is vet. Oh, ik wil eigenlijk die andere ook nog meenemen, maar... Ik kan het gewoon eraf trekken. Deze matchen het beste.
Dus dat is een geworden. Nice, bro. Ik heb nog iets leuks straks voor buiten. Oh. Dat is echt lachen. Yeah. Ja, dat kunnen we hier in het midden neerzetten. En dat heb ik laatst gekocht met Daniel. En ik heb even gevraagd aan Daniel of hij het oké vindt dat ik dat ga gebruiken. Want dat zou ik eigenlijk met hem doen. Maar hij zei, is geen probleem, want ik kan toch pas heel veel later weer afspreken. Want ik heb het heel druk met werk. Dus dat gaan we straks even doen. Dat wordt echt leuk. Oké, okay, spannend. Ja. Dat is echt leuk. En Thijs blijft slapen, dus dat is ook gezellig. Yeah, yep. Ik heb de bag bij. Nice. Dus de zolderkamer, de gastkamer gaat gebruikt worden door Benny. Ik ga hem testen. Oh, ja, echt nice. Nice. Lekker, man. Zin in, man. Hoe ging die OV dan? Hoe ging die OV? Hoe ging die OV? Oh, over de money. Oh, kriebelt wel, man. Alles goed? Ja, ik ben een lief beertje geworden. Wat? Echt een beertje. Doe maar even aan. Echt een geitje ben je. Nee. Wat? Wel vet, hè? Oh, joh, is het lekker warm? Ja, het is wel lekker warm. Ja, het is wel zomer. Maar... Ja, wat zo... gek, man. Ziek, hè? Ja, ja wel lijp, hoor. Je moet hem zo. Ja. Ik dacht, het is perfect voor de podcast, voor het onderwerp. Ja, clean, man. Ja, we gaan, we gaan straks een podcast opnemen en dan gaan we het hebben over fashion, kleding, outfitjes, stijl, noem alles maar op. Dus dat is gewoon weer een leuk onderwerp om over te kletsen. Dus we hadden afgesproken dat we gewoon allemaal een outfitje zouden doen die we hard zouden vinden en die misschien niet... Waarom moet je lachen? Hij komt als een schaap. Gewoon hard. Hij komt als een schaap. Jij bent wel van een schaap, heb ik. Ja. Man. Past erbij. De goat. Hey, maar hier is ook veel veranderd. Ja, bizar hè. Ja, Thijs en ik hadden het er net over. Maar eigenlijk, ja, ik sta niet zo vaak hier helemaal achter in de tuin. Maar als je zo kijkt, dan heb je wel zoiets van, wow, dit is niet normaal. Ja, dit is echt groot. Dit is groot. Ja, want dit wordt allemaal gras hè. Volgende week maandag gaan ze beginnen. En dan wordt het allemaal uitgerold tot gras. Niet meteen die maandag, ze gaan eerst voorbereiding doen. Maar dit allemaal gras wat je hier ziet, dat is echt insane. Beetje Minecraft. Even creative mode. Ja, boem, dat eigenlijk, ja. In één keer, oh ja. In één keer, hoor. Ja, dat is echt bizar. Gaan ze allemaal uitrollen. Dus, en dat gaan we expres doen, omdat inzaaien, dat gaat gewoon te veel tijd en werk kosten. Dus die grasmatten uitrollen is veel beter. En dan gaat het lekker wortelen in de grond. Wow. En dan komt er meteen een beregeningsplan met die sproeiers. Dan gaat het zo omhoog en dan... Beregeningsplan. Beregeningsplan, bro. Ja, ik had ook nooit verwacht in mijn leven dat het zou gebeuren, maar... Wauw, wauw, wauw. Ik heb geen regen nodig. Nee. Ik gebruik woorden en dingen. Ik had nooit verwacht dat het zo mogelijk was in mijn leven. Wist je niet dat het bestond? Het beregeningsplan. Dus ze gaan een waterput hier inslaan. Yeah. En dan halen ze water van 22 tot 35 meter diepte. Wauw. Dat is zeker. En dat gaat nooit op. Dat is grondwater. Dat is want gewoon, ik vroeg... Nee, nooit... Oneindig glitch. Snap je? Want anders dan doe je het op je leiding. Maar dat kost natuurlijk geld. En zo'n waterput is investering. Want dat, volgens mij met 2 of 3 jaar of zo heb je die kosten eruit. Zo. Wow. Maar ik zat, en net zoals zonnepanelen die ook nog komen. Ja. Yeah. Dat is allemaal voor de toekomst. Ja, dat is wel. Dat is allemaal. Ja, dat is wel de tijd. Ja, allemaal investeren. Wauw. Maar weet je wat echt lijp is? Dit gaan we even checken. Dit wordt echt keihard. En ik denk dat het misschien wel iets is voor jou. Omdat jij bent het meest beschut. Dus jou gaan ze niet zien. Zo. Kijk, let op. Wat sowieso vet is om te laten zien, is check even hoeveel zand ze hier hebben weggehaald. Dit stuk. Helemaal van een vier. Zo hoog was het zand. En dit was het originele niveau van de tuin. Maar omdat er toen een vijver werd gegraven, en omdat die kelder werd gegraven van de aanbouw en van de garage, hebben ze al dat zand wat ze uit die kelder hebben gehaald, zeg maar, hebben ze hier overheen gesmeerd. Ah, en daarom lagen hier ook buizen bij die boom, zodat die boom serieus nog een soort van zuurstof en ruimte kreeg om te groeien. Maar het is eigenlijk helemaal niet nice dat je bekneld wordt. Het is een beetje hetzelfde als ik dit doe bij mezelf. Ja. Weet je, is niet fijn. Is niet fijn, hè? Nee. Dus nu hebben de boom weer een beetje adem. Snap je? Ja, wow. Ja, fijn. Dus ja, dus die kunnen lekker ademen. Maar weet je wat nice is hieraan? Hey, het lijkt een beetje alsof ik Thijs een baard heb, of niet? Wow, ik dacht... Ik dacht eraan toen hij aan kwam lopen. Ik denk, nee, ik ga het niet zeggen. Ik kijk er nu pas naar. Nee. Maar hoe hard is dit, bro? Ja. Ik vind het echt grappig. Ook nog in het fel roze, hè? Ik vind het echt grappig. Ja, hey, jongens, genoeg, hoor. Dat is echt fijn. Maar kijk hoe rond hoofd hij heeft eigenlijk. Ja, echt, hè. Alsof kaal ben. Draai zo. Stel hij staat zo op station, hè, dan denk je gewoon van, die ziet er zo uit. Ja, dat is wel gek. Wel vet, man. Oké, ik ga jullie meenemen. Wil jij een klein stukje filmen? Je gaat niet die boom in klimmen. Weet je wat echt keihard is? Ik heb iets van 13 of 14 vogelhuisjes verspreid over de tuin. Die hebben allemaal tactisch neergehangen. Als je vogelhuisjes neerhangt, dan moet je rekening houden met verschillende dingen. Heb ik ooit een vlog over gemaakt. Nu is dit een speciaal vogelhuisje die aan de zijkant open kan. Yeah. Waardoor die nog wel dicht is, maar aan de zijkant heeft hij een soort van plexiglas of zo. Oh ja. Dus je kan zien of er een vogel in zit, of je kan zien of er een nestje is gemaakt, of dat überhaupt iets leeft. Wauw. En jij valt niet op. Oh, ik dacht,
Nee, dus yes. Ik geef jou een pootje en dan geef daarna Thijs jou die camera en dan kan je even checken of er wat in zit. Niet mijn schoenen uit. Nee, dat maakt mij niet uit. Kom, beertje. Ja. Er zit een haakje. En dat haakje, dat haal je eraf. En dan kan je hem open doen. Aan de bovenkant, hè? Ja. Je kan beter op mijn schouder staan, denk ik. Ja, ga maar even naar beneden. Oh. Ja, je kan beter op mijn schouder staan. Ja, maar ik denk... Ja? Ja? Ja, dat kan wel beter, man. Let's go, boys. Oké, ik denk dat je zo... Oh, zal ik niet en dan... op sokken? Ja, dat is misschien wel beter. En dan daarna doe ik een... Juist. Een squat. Goeie squat. Ja? Okay, trek jij mijn andere schoen uit? Bro, zo omhoog. Nee, ik moet de andere schoen uittrekken, wat? Oké, let's go. Oké, komt ie, ja? Dan komt de squat. Lukt dat? Ja, ik denk het. Kom je erbij? Oké, nu moet je checken, dat kleine haakje moet je eraf halen. En dan doe je hem open. Krijg je dat haakje eraf? Nee man, aan de zijkant hè? Niet aan de voorkant, aan de zijkant. Ja. Oh! En dan kan je het deurtje open doen. Ja, ik heb hem. Wat is er? Wat is er? Wat heb je gedaan? Hij heeft een glas ineens. Nee bro, dat zijn vogels. Zullen we wisselen? Ja. Okay, wacht, kom... bro, er valt een plexiglas eruit. Nee bro, dat kan niet. Je hebt hem gesloopt dan, bro. Je hebt één taak. Kijk hoe Andrew de kleine staat. Je hebt één taak, bro. Kan je hem heel achterlaten, dan fix ik het wel. Ja. Kan naar beneden. Dit is echt een toren. Deze man. Is het gevecht? Ah, nee, ga hem eraf. Ik kan echt... Nee, bro. Ja, maar ik krijg hem. Dat haakje. Oké, geef mij hem, ik fix het. Ja. Ja, kom maar, ik pak hem. Ik ga op jouw schouders. Ja? Oké, rustig naar beneden. Zo. Oh mijn god, wat heb je gedaan? Maar dat deurtje zit wel dicht. Ja. Oh. Ja, maar kijk. Ik heb die bovenste haak, die beweegt niet. Jawel, die bovenste haak beweegt. Ja, maar bijna niet. Ik heb mijn hele darm weggedouwd. De darm? Ik heb dus mijn darm weggedouwd. Nee, misschien... Zal ik op jouw schouders? Kom, boys. Hij moet door het glas kijken, hij haalt het glas eruit. Waar ging het mis? Hou je mij? Ja, ik hoop het. Ik ga wel al zo. Ik denk dat dat tactisch beter is. Ga je eerst hierop? Ja. Au! Wat? Oh, ik grijp op een tak. Oh, een scherpe tak. Sorry, man. Oké. Okay. Beertje! Oké, nu ga ik op je schouder, ja? Ja? Niet mijn kant, hè? Zo! Bro, je moet me wel houden! Mijn hele sokken! Oh, ik krijg het warm! Oh. Oké. Hey, Noel! Wat? Wat? Sorry, man. Oei, joh. Oké, poging 2. Ik ga mezelf ingraven. Alsjeblieft, man. Tactiek. Dronie. Komt ie, ik ga nu op je schouder, ja? Oké, nu die andere, hè? Ja. 2. Doe het dan. Oké. Hou dit vast. Ik weet niet hoe lang ik dit volhou. Je moest ook de andere kant op gaan. Hij heeft hem beneden los. Oh, 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 what the fuck, gast. Oh, oh mijn god. Gast, er vloog een vogel uit. Oh, ja. Maar door dat glas, omdat dat een grap is. Ja, ik weet het, bro. Ik weet het. Ja, die vogel maakt nu geluid, bro. Ja, dit is daarom. Kom eens, kom eens. Hoor je dat geluid? Kijk. We doen hem meteen weer dicht. Zie je dit? Ja, die wil terug. Ja, we doen hem meteen weer dicht. Holy shit, gast. Oké, het glas zit erin. Ja. Oh. Die onderste ook. Zit ook op slot. Ja? Ja, ik zie het al. Kom je naar beneden? Ja. Oh, oké. Okay. Oh, en dan gaan we hier weg, want ik kan die vogel niet. Ja, die moet even terug. Er zat een vogel in, hè? Bro, ik zag het, man. Ziek, hè? Hey, sorry, vogel. Die is waarschijnlijk nog nooit door dat gat gevlogen. Die denkt, zo zit hij in zijn gat. Maar ik schrok me dood, bro. Was net een horror movie. Stel, die vloog zo toe. Dus wat er nu is gebeurd, die vogel zit daar, maar die gaat sowieso weer terug als wij nu meteen weggaan. Dus ik pak je een kopje koffie. Wat we dus wilden laten zien aan jullie, en dit hebben we ook laten zien in de vlog van Don. We wilden laten zien dat er een nestje zit. En dit is een vogelhuisje, speciaal met dat glas aan de zijkant. Zodat je het deurtje kan openmaken en dat je even kan kijken of alles goed gaat. Of gewoon als je nieuwsgierig bent. En dat hebben we nu dus gedaan. Alleen, Noël die wist niet helemaal hoe dat plexiglas, hoe je dat open kon krijgen. Dus heb ik het nu even gefixt. Maar holy shit. Dat was weer een avontuur, jongen. Dat was mijn beleving.
Nou, er zit in ieder geval wat in. En dit is wel echt heel erg gaaf om gewoon even te zien hoe dat nestje dan eruit ziet. Dus ik heb het even gefilmd voor jullie. Goed, boys, een beetje bijgekomen. Ik kan beter aan Noël vragen. Nee. Sowieso even nieuwe sokken aandoen en zo. Dat heb ik allemaal wel voor je. Oi, oi, oi. Nee, was weer een avontuur. Jeetje mina. We hebben zoiets tofs. Het is aan de ene kant klein, maar het voelt wel weer super fresh en nieuw. En ik vind het echt mega clean. Maar check eens eventjes wat we hier hebben. We hebben gewoon een hoe heet het eigenlijk? Een popfilter of zo? Hoe heet dit? Hebben jullie enig idee? Microfoonflap. Hoe heet dat, Mandy? Een plopkap. Oh, een plopkap. Oh ja, best wel gek woord ook. Een plopkap. Maar deze is fijn, hij is zacht. En mooi. Hij ruikt ook gewoon, gewoon naar niks. Oh, hij ruikt naar bioscoop, ruik eens. Jawel, die stoelen. Serieus, ruik maar, ja. Die stoelen van de bioscoop. Oh ja, dus snap ik wat je bedoelt. Ja. Jezus. Maar dit is echt een geur die je eruit moet krijgen. Wil je dit doen? Dat doe je niet met een bioscoopstoel. Ja, nee, dat is waar. Klopt, het ruikt echt naar bioscoopstoel. Maar het is echt super nice. Kijk hoe clean dat eruit ziet. Met het logo van ons, de Bennies. Goeie update. En we hebben er gewoon allemaal eentje. Zoals het hoort. Dat is wel fijn. Ja, het is echt heel clean. Dus ik ben echt heel blij mee. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet verder in de podcastaflevering. En we gaan het dus hebben onder andere over fashion. Over hoe we soms wel smaak hebben en soms niet. En wat anderen ervan vinden. En wanneer durf je iets te dragen, wanneer durf je het niet. En weet je, iedereen heeft altijd wel wat te zeggen over een ander. En soms moet je het gewoon lekker bij jezelf houden. Dus dat is ook misschien wel goed om in je hoofd te hebben. Ja, dan zijn de podcast klaar. Ja, het is misschien wel een mooie quote. Maar ja, gespreekt. Gesprek, man. Gesprek. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Podcast, link in de beschrijving. Check het. Met beeld uiteraard trouwens, op Spotify. Ja, geloof het of niet, kan gewoon. De Benny's kamer, die nu nog lekker roze is. Oh, dan moet ik even wat donkerder maken eigenlijk. Kijk, nu is het mooi lekker roze. Die wordt weer afgebouwd. En ik neem jullie mee naar buiten, want ik heb iets heel erg leuks voor Thijs en voor Noël. We gaan daarvoor wel eventjes de klep open doen van de auto. En hier ligt het al. Ja, dat dacht ik. Hahaha. Hoppakee. Ik ben zo benieuwd. En ik denk dat het echt geniaal is met Thijs en Noël. En wat ik ook voor de boys heb. Boys, zijn jullie er klaar voor? Dit is sowieso echt een Benny item. Dus deze ga ik aan Thijs geven. Ik ben echt benieuwd of hij deze heel kan laten. Dit is sowieso leuk voor in de tuin. Ja? Dan hebben we ook nog... We hebben een veger. Nice. Die ben ik. Thanks man. Kun je die binnenleggen? Die is voor thuis. Oh, thuis. Nee, voor thuis. Wow. Ik heb hier twee vliegtuigjes voor de boys. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ik was net al klaar. Nee, ik wil die andere. Jij pakt het oranje. Ja, sorry man. Oh, sorry man. Oké, okay. We hebben vliegtuigjes en we hebben deze. Oeh. Ja? En we hebben dit. Huh? Dit is zo leuk. Dat weet ik helemaal niet, maar dat ga ik vanuit. Hey, kom mee, boys. Kom mee. Kom mee kijken. Kom. Kom mee, jongens. Kom kijken. Volg ons dan, volg ons dan. Volg ons. Kom hier, gaan we opnemen. Mag je open? Ja, ja. Oké, okay, man. Wist je dat je het eerst in elkaar zit? Ja. Hé, hey, maar what the fuck is dit? Hé, hey man, deze vak niet. Hé, hey, twee vakken. Waar moet hij dan in? Deze wordt zo mooi, dat weet ik nu al. Kom. Oh! Oh, waar gaat hij heen? Nee! Dit is zo jouw. Oh, vang hem! Vang je nu wel! Yes! Wauw, wauw, wauw. Let's go! Lekker! Hey, ik heb hem wel te hard getrokken. Hij had het ding eraf getrokken. Ja, kijk. Hij kan niet meer trekken. Kunnen wij serieus nou niet meer... Dat was voor korte duur. Ja, dat was voor jou eigenlijk. Oh, thanks man. Maar waar is het touwtje? Hé, hey, ik heb hem. Jij? Heb jij hem? Nee. Hey, ik touwtje. Oh. Waar is het touwtje? Er zat hier een touw aan. Of zit jongen, hij hierin? Jongen, jongen. Ik snap er helemaal niet. Ik kan het ook niet één keer... Nee, dat zit er denk ik in hoor. Kijk, je hebt... Oh nee. Ik zit erin hoor. Touwtje. Echt touwtje kwijt. Kijk hoe vet. Hey. Ja. Maar even over het touwtje. Ja, waar is die? I don't know. Die moet hier. Nou, of hij zit er nog in. Nee, die is gewoon afgebroken. Nee, ja, man. Maar afgebroken waarheen dan? Hoe zat dit? Doe eens even op. Kijk, thuis. Deze doe je dit op. Ah, ik snap hem man. Deze doe je op, dan had je hier een touwtje aan en dan trok je zo. Ja, maar zit dat touwtje, zit dat touwtje niet in dat zwarte puntje en dat het dit aan een puntje vast zat, erin? Nee. Dat touwtje is waarschijnlijk super leuk. Ja. Waar hè? Je hebt een touwtje. Ai! Zullen we die erin doen? Dat zal werken. Nee, maar dat is toch gek? Nou, ik denk dat deze dan niet meer goed gaat komen. Maar we gaan een wedstrijdje doen, boys. Jullie twee tegen elkaar. Ja? Dus kom erbij staan. Oké. Okay. Dit is Nederlands kansioen. Kansioen.
zijn bij het Nederlands kampioenschap. Die wil ik winnen. Kampioen. Ja, we zijn bij het Nederlands kampioenschap. We zijn bij het Nederlands kampioenschap vliegtuig gooien. Oh. In de achtertuin van Enzo Knol. Dus, laat je vliegtuig even mooi zien. Presenteer hem als eerst, Noël. Nou, dit is de Orange Devil. Wauw. Geen Red Devil, de Orange Devil. Oké. En hij is gewoon super scherp. Je hebt hier een gat. Dat is voor meer airflow. Dat is de aerodynamica. De aerodynamica. En kijk, dit kijkt super goed. Prachtig spul. Nice. Wat hebben we hier? Ik moet hem even aanpassen, want ik wil niet hetzelfde als hem. Momentje. Dit is namelijk... Kijk, als ik hem even zachtjes... Oké. Dit is de Devil Destination. Wat? Je ziet het, is rood, de kleur van de duivel. Deze gaat super snel, deze is crazy. Deze is in 1993 op de markt gezet. Mijn geboortejaar. Ja, geboortejaar. So I'm very happy with it. And yeah, it's gonna be a cool one. Devil Destination, let's go. Oké, nou dan mogen jullie hier achter deze lijn gaan staan. Oké. Ja, dit is de lijn en dan vanaf, je mag een aanloop nemen vanaf het raam naar hier en dan wie het verst komt. Ja? Ja. Oefen even een paar keer inderdaad, je aanloop. Fijn, ja. Oh, mooi. Ja. Mag je niet testen al mee gooien? Nee. Okay. Even oefenen. De eerste keer gewoon. Ja, ja? Oké. Okay. Ja. Jongens, dit is de Orange Devil en hij komt ongeveer daar. Bij die boom. That's cute. Let's go. Komt 3, 2, 1. Wat? Hé, je ziet hem niet! Waar is die? Nou, Red Devil. Red Devil, oh, Devil sorry, Destination. Oh, Devil Devil. Oké. Hey, stamt hij al van Final Destination? Nee, man, hoezo? Oké, dat dit is gewoon de Devil Destination. Oké. Okay. Waarom? Zijn je naar Final? Nee. Wat zei hij? Wat zei hij? Zei hij Final? Final Destination. Ik zei Final Destination. Oh, Final. Ik dacht al, hoezo Final met de duivel? Onnodig. Ja, ja, ja. Maar heb je dus niet gezegd? Hè? Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, dit is de Devil Destination. En ja, waar ik hem ga gooien is, zie je daar die John Deere? En hoe oud is het vliegtuig? 1993 komt hij. Ja, en hoe oud is hij dan? 29, 30. 29, 30. Ja, dat is twijfel, want deze is zeg maar die van vroeger, dus we weten niet helemaal. Maar als die materiaal terug gaat. Oké, goed, dan gaan we dan. Oké, 3. Wacht, kandidaat klaar? Ja. Vliegtuig klaar? Ja. 3. U mag 2. Hé? En dit, dames en heren, is Benny. De Benny! Hoe kan ik hem vooruit gooien en achter mij eindigen? Wat? Hij ligt gewoon op het dak. Je ziet gewoon het puntje van het vliegtuig daar. Zie je dat? Het puntje van het vliegtuig zie je daar. Oh, wat goed. Nou, we gaan even naar jouw vliegtuig kijken. De Orange Devil. Orange Devil. Ja. Ik sta bij die boom, hè? Ja, uitgerold, hè? Hé, maar doe ik dan iets verkeerd? Ik denk dat het ligt aan die wing, aan de achterkant van die boom. Ik denk dat je niet helemaal wist hoe oud hij was. Dat denk ik ook, ja. Wow. Misschien een verkeerde techniek. Wow. Kijk, bij de boom. Wat een landing ook. Wauw. En hij ging ook door, hè? Even airwoordje. Ja, dat is het. Ja, je mag zo meteen hier wel één keer gooien. Nee, dan zullen we zien dat hij ook op het dak komt. Ja? Ja, maar zien, jongen. Oké, okay, nou. Oh, ja, zie je, dat gaat nu al mis. Oei, oei, oei. Dan zie je maar wie er blij is mee, hè, met vliegtuigen en wie niet. Oké, okay, wil je nog iets aanpassen of is hij goed zo? Ja. Eerlijk? Hij is toch mooi? Ga ik deze omdraaien? Ik zou deze weer aanpassen naar die. Dat denk ik ook, ja. Thijs gaat hem even aanpassen naar zijn eigen stijl, zeg maar. Knop aan de zijkant. Hoe heet deze? Dit is de Orange Destination. Oké. Dit is gewoon 1992. Deze gebruikt hoe oud is hij dan? Deze is 31. En deze is gebruikt op WK. Vergooien van de van welk land? Ja, Nederland. Logisch. Nou, ja, ben je er klaar voor? Ik laat blijven veilige afstand nemen. Oké, okay, zijn we klaar om te laten zien dat ik geen Benny ben. Ja. Oké. Okay. Waar komt hij nu? Nou, zie je daar die dikke boom? Bro, zonder twijfel. Okay, die dikke boom. Oké. Okay. Ja. In 3, in 2, 1. Ja, fuck man. Wow. Wow. Maar die is progressie. Progressie. Ja. Ja, laten we even kijken. Hij is 1 meter ver. Ah.
Ja, weet je wat mooi is? Dat komt dus echt inderdaad door deze. Deze achterkant. Want nu maakt hij alleen maar looping. Ja, ja, ja. Zie je? Oh ja, Sam was kwijt. Ja bro, ik weet niet waar dat ding allemaal naartoe gaat. Oh, ik weet iets vets. Ik kijk, let op. Wauw, wat? Wow. 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 Ja, weet je het zeker, boys? Ja, sowieso. Ja, okay. Maar, wel... maar wel eerst naar boven, dan die terug. Oh, ja. Oh, ik dacht zo. Nee, nee, nee. Oh, oké, okay, is goed. Eerst naar boven, ja? Klaar voor? Denk eraan, hè. Oké, okay, komt ie. Oh, joh. Orange Destination. Hoi. Oké, okay, ik moet eerst meer hier staan, denk ik. Oh, bijna. Nu weet je. Wij proberen te vangen met onze mail, ja? Oh! Bijna er doorheen, hè? Ja, bijna. Met twee loopings. Ik moet hem nog reden, denk ik. Met twee loopings. Oh! 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 Holy shit! Ik mag nog twee keer. Dames en heren, welkom bij Behind the Scenes, het leven van Hens Knol. Hij zijn zijn vrienden. Ah, wat? Ah, ik tussen jullie door. Wow. Ja, maar dan zijn jullie gesaved. Okay. Maar die vliegtuig is wel niet leuk voor zijn, dames en heren. Wow. Hij vliegt wel goed. Hij kan het wel. Hij is gemaakt, man. Wow, yo, gast. Zullen we deze uitpakken, ja. Boys? Goed. Nog één keer. Dit telt echt, zeg maar. Van nu wel daar. Bijna op het dak. Oké, okay, laatste keer, ja? Deze telt serieus, want nu heb je zelf een vliegtuig. Deze voor echt. Waar die hier landt, is mijn officiële stand. Ja? Vind je geparkeerd? Dat bedoel ik, man. Nieuw! Hoi, joh! Zie je? Wat? Inparkeren! Wat zeg jij? Oké, okay, dames en heren, we hebben hier het laatste item. Wow. Maar dit is eigenlijk het hype item: turnball. Yes? Ja? Yeah. Want. Wauw. Wauw. Zullen jullie die uit elkaar halen? Kijk, hoe werkt dit? Kijk, en dan dit is op slot. Ja! Wow. Maar dat is hem. Ja, maar hier kan wel water in. Maar dit blijft wel staan. Of zand. Ja, maar water is wel fijn om schoon te maken. Nee, ik denk dat zand beter zwaarder is. Ja, je hoeft er eigenlijk ook nooit meer uit te halen. Lekker, boys. Daar maakt mijn team effort van. Weet je hoe ik heet? Het is Kaloetje. Kom hard op de beat, net een poepje. Kijk, dit soort al beter. Wow, wow, wow. Mooi, dit. Jongen, deze is sterk genoeg. Ja, denk ik ook wel. Weet je hoe sterk wij zijn, bro? Ja, hij zit al vol, denk ik. Hij zit nog lang niet vol. Jongen, hey, bro, mannen, hey, die bal is dit zo groot. Zo'n balletje. Iemand wafel? We gaan goud zoeken. Jullie zijn echt twee kleine kinderen. Hoe heb jij dan één groot kind? Hey, waarom heb ik allemaal gevonden? Dat denk ik niet, man. Ja, zo klaar, denk ik. Ja, denk ik wel. Hey, pas op, man. Gaan jullie als eerst tegen elkaar? Ja, is goed, man. Hoe kan je winnen? Ja, ik kan wel meteen die bal slaan, maar het andere geraakt is. Als hij er omheen blijft draaien, want daar heb je niet geslagen. Dat is serieus, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dames en heren, welkom bij de Nederlands kampioenschap. Dankjewel. Ja, we hebben hier een bal. We hebben hier een paal. Deze kan er omheen. Ja? Ik zal even een voorbeeld geven. Ja, hoor. En dan moet je hem slaan. Totdat... Ja. Ja? En als jij hem slaat, en jij slaat hem, nee, de andere kant. Ja. Wow, nee, wat kant. Wat andere kant. What the... Wat doen jullie nou? Ja, zo moet het, ja. Moet ik de tegengestelde richting? Sla dan. Zo. Oh. Sla. Nee, maar doe nou eens rustig. Wacht even, man. Zonde. Ja, kijk, kom eens. Wow! Snap je de bedoeling? Dat mag niet, hè? Dat is echt specie, man. Ja, dat, ja, moeilijk. Wat zoek je? Dat is een lucht aan het slapen. Nee, maar hij... Ja, hij...
het met mij? Wat is mijn? Schrik me heel te. Wat is met mij? Volg. Wat een wow, man. Bekken. Hey, snap je het idee? Ja man, ik snap het. Dit is eigenlijk minder leuk dan ik dacht. Ja. Nee, maar het is best wel moeilijk. Wel goed voor je conditie. Juist. Oké, nu moet ik hem weer terugslaan. En het is... Nee toch? Mooi, kom man. Oh, dat is een punt voor jou. Echt? Ja, ja, daar ging twee keer omheen. Ja. Yes. Wow! Maar nu mag je niet raken natuurlijk. Ah! Wow, wow! Zomaar, zonder controle. Snap je? Ja, punt voor jou. Ja, snap je hem? Op camera ziet het er zo raar uit. Ja? Ja. Je ziet die bal gewoon net vliegen, maar je ziet het touw niet. Dat is wel apart, ja. Kom maar, even rustig eerst. Doe me even rustig inslaan. Jij bent. Punt van mij, sorry man. Ja, 1-0. Oké, okay. Nee, even serieus. Oké, 1. Oh, fuck! Oh. Pak dan. Ja, 1. Ah! Ah, oh, fuck! Kijk man! Pak dan, jij bent. Is goed. Oh, lekker Thijs! Zo, dit is bijna vers. Oei, oei! Hey, hij valt op. Oh, dit is zo mooi. Oei, oei, oei. Het is wel een geinig spelletje. Je natuurlijke intuïtie is dat die bal valt. Ja. Dus dan wacht je en dan blijft hij vliegen. Ja, dat is apart. Hè? Over vliegen gesproken. Zullen we nog een nieuw wedstrijdje doen, maar vanaf het dakterras? Ja, ja, ja. Oh, mooi. Kom, ga naar het dakterras. Zo. We zijn op het dakterras. Check die vliegtuigen eens even mooi liggen dan. Mijn hebben we hier? De Orange Devil. Die behoort tot deze man. Hoppa. En de Red Destination. De Devil Destination. Oh, Devil Destination. Maar niet uit. Oké. Okay. Eigenlijk gaat deze wedstrijd als volgt. Je moet namelijk in de buurt komen van de grote boom. En wie het dichtst bij de grote boom komt, die heeft gewonnen. Oké. Okay. Ja? Ja. Dichtst bij de grote boom. Wat is de lijn? Het randje van het dak. Nee, niet hoor. Ik was al zo bang voor toen ik net dat ding moest oppikken. Nee, ik ren verder. Dus laten we even die pakken. Tot die lijn. Laten we even die pakken. Besef, stel voor als Thijs rent. Ja, hij rent gewoon te ver. Zo met een vliegtuigje vlieg ik zo mee. Door de tuin. Wow. Dat zou weg zijn, hè? Land gewoon daar. Oh nee, oké, laten we doen dat dit zeg maar de lijn is. Deze streep, zeg maar van dit. Ja, je moet daar stoppen. Ja. Ja? En ik ben niet zo kritisch hoor. Oké. Noël, we geven jou de ruimte. Denk goed aan de wind ook, hè, want die komt nu opzetten. Hoef ik jou niet te vertellen natuurlijk. Zeker niet. Als je er klaar voor bent, doe het. 3, 2, 1. Jammer man. Wauw. Ik moet zeggen, dat durft hij nu al, hè? Een hele mooie landing, ja. Maar hoe gaan we hem van dat dak halen? Ik ben nog nooit op het dak geweest. We kunnen nu wel goed zien waar hij is geland. Ja. Nou, Thijs. Het leven stof voor heel veel mensen bij de eerste foute poging. En je laat zien dat in jezelf geloven, toekomst zien, strijdplan hebben, investeren in jezelf, je veel meer kan brengen dan geluk. Of wat? Oh, nou wacht. Goed. Als jij er klaar voor bent, zijn wij dat ook. En ik ben er klaar voor. Tip, ren niet te ver door. Oh ja. Zo, dat is serieus goed, dat is echt. Ja? 3, 2, 1. Sorry, ik bepaal zelf wanneer ik geloof. 3, 2, 1.
Wauw. Jij wil hem niet goed zien, hè? Jij wil hem niet goed zien. Oh. Hey man, plaatje weghalen. Oh, dat is wel lief. Ja, ruimte mooi maken voor jou, hè, shine moment. Hier, pak aan. Hé. Hey. Hij moet bij. 3! Wow. 3! Ja. 2! 1! Devil Destination! Oké, dan geef ik je nog een laatste kans. Jezus, hoeveel kans krijgt hij? Het staat 2-0 voor Noël, maar dit is de beslissende ronde. Deze telt voor 5. Ja, deze telt voor 3. Oh ja. Je krijgt veel kansen hier. Ja, tuurlijk. Hey, wat is de volgende Enzo? Ik ga de vliegtuigen voor jullie halen. Super chill. En dan breng ik ze naar boven. Dat zou chill zijn. En... Wow! Kijk! Een reiger! Holy shit, dat is een ooievaar, gek. Ja, die kan wel ver vliegen. Moeten we die niet een paar gooien? Enzo gaat die dingen halen, daarna brengt ze weer naar boven. En dan... Oh, wacht, hoe ga je die halen? Serieus, nieuw naar bezem. Oh ja. Oh, van sport. Maar hoe gaan we dat doen, serieus? Nee, we gaan jullie gaan allebei vliegen met de Red, de Final, dus hoe heet die? Devil Destination. Oh. Daar gaan we jullie allebei mee gooien. Ja, ja. En dan ga ik beneden staan met mijn schoenen aan. En dan ga jullie hem gooien en dan moet ik hem vangen. Okay. Dus hangt ook van jou een beetje. Ja. Nee, niet van mij. Ik ga op een plek staan, dat is mijn beginplek. En jullie moeten proberen om hem zo te gooien dat ik hem kan vangen. Okay. Zodra jullie hem gooien, ga ik bewegen om hem te vangen. Oh, zo, ja, dat is leuk. En als ik hem dan vang, bij degene... Die heeft uiteindelijk echt gewonnen. Dus het gaat niet meer om verte, maar op jouw vang. Heeft hij geluisterd? Was hij erbij? Het heeft te maken met hoe je hem richting Enzo gooit. Probeer hem zo accuraat mogelijk te gooien, zodat hij in de span wijdte het vliegtuig kan binnenhalen. Ja man. Nee, oké. Ja. Ik snap hem. Nou, mannen. Succes. Dankjewel. Wacht even op die deur. Sorry. Succes. Ja. Nee. Tot zo. Tot zo. Tot zo man. Ik ga springen, ja? Oh, ik vind dat echt eng, man. Ik ga daar echt bad op. Ja, ik doe dat nu. Maar dat doen we niet. Je doet me eens een keer gewoon netjes even wachten. Ja, serieus? Dubbele salto? Kan hij wel, tijdens het daar. Oh, ik vind het zo eng. Wow, wat heb ik? Hoe heet dat? Staan. Hoe heet dat? Je hebt van die freerunners. Tuffen. Hey! Kijk hem ook lopen. Hey, challenge voor jou. Gooi hem erop. Hi. Oh, maat, ik... Oh. Even een stukje verder, man. Ja, ik vind het echt eng. Oh, wat de heck? Jongens, handen van Enzo, mijn vliegtuig. Let op, hoe de pro het doet. Dat is goed, man. Als jij hem gooit, ga ik proberen hem te vangen. Oké. Okay. Gooi tactisch. Ja. Rennen. Eerlijk had hij nooit gehaald. Hij stond nog steeds op dezelfde plek. Ga ik dat redden? Ja, maar een beetje bewegen, een beetje staan. Hoi joh. Oh, wow! Ik denk niet dat hij slim is deze keer. Zo slim! 3, 2, 1! Komt ie! Ja? Ja, hij vangt. Ik heb hem! No! Ja! No! Ja! Enzo, we komen aan! Tactisch zijn we wel! Ja, nu terug! Ja! Oh! Wat? En nu nog, ik ben thuis nog! Ja. Hé, hey, komt die Enzo? Nee, wat doe je, man? Komt die Enzo? Oh! Bijna ging. Komt die Enzo? Ja, super chill Enzo. Zien zo verschijnen. Yes, dankjewel Enzo. Ja, wij wachten wel. Ja, super tof Enzo, dankjewel. Ja, vangen. Ja! Ja! Ja, die komt terug. Sorry man, geprekt. Oké, opnieuw. Kijk.
Oh, eng. Hij gaat toch gelijk zo dan? Oké. Die deze kant. Ja? Ja. Allemaal achter. Ja. Ja. Hé, hey, dit kan niet, man. Dit is niet eerlijk. Ja, vangen! Ja! Hij heeft hem niet gevangen, hij pakte hem terug. Wat? Wat? Hij blijft hier gewoon. Holy shit! Gek, hè? Hoi! Hij is vastgekomen, man. Het is allemaal... Oh. Oh. Red Destination! Oké. En nu, even denken, jij mag deze doen. Ik wil eigenlijk even die bal tegen die boom schieten. Als dit raak is, win ik alles. Boom! Oh. Die was wel oprecht knap, hoor. Hey. Yo, man. Yo, man. Kom binnen, man. Hoeveel lol je kan hebben met het vliegtuigje, hè? Echt koud. Dat is mooi. Zo, conditietraining ook weer gehad. Boys, we gaan de kelder in. Yes! Zo. Oké, nu is het toch? Wat wou je doen, bro? Nee, ik wou iets zeggen, maar ik hou hem in. Wat soms? Hier voor jou. Ah, die vond ik leuk! Zo. Goed. Even ingooien. Oké, stel die bal zo naar nemen. Oké. Okay. Heel veel mensen krijgen nu stress. En dat begrijp ik, want de bal is natuurlijk niet fijn. Wat doe je? Meer is er niet nodig. Oh, dat was jammer. Toch? Ja. Ja, dat was jammer. Ik heb een mooie angle nou, maar niet omhoog schieten, hè? Kijk, let op. Nee. Oh! Ja. Dit is zo vaarlijk. Kun je het misschien vanuit jouw hoek filmen? Oh my god, bro. Dingen bijna mis. Hé, hey, maar jij bent helemaal op, hè? Ja, daarom. Safety first, man. Yeah, joh. Nee, wat ik dus echt bedoel, is dit, oké? Hé, je bal, hè? Blijft hij wel in de vlog, of? Of ik heb het nee, maar... Even voor de editor. Nee, maar dit vind ik echt raar. Dit doe ik nooit. Clean. Snap wat ik bedoel? Ja. Kijk, ik kan het toch heel overdreven doen. Zo, die zit. Ik was overdreven, ja. Ik snap het niet. Wat gebeurt hier? Wow, holy moly. Maar raak je dan zo hard dat hij terugdraait? Ja, kijk maar. Als ik het bijvoorbeeld hier doe, over de hele tafel verspreid, ik doe het vanaf hier. Ja! Dit is niet wat ik bedoel! Nu ga je echt laten zien. Ik doe het hier en hier. En ik ga hem nu zo hard terugrollen dat hij hier erin gaat, ja? Ja. Ja. Wauw. Wow. GG's, man. Nog nooit gezien. Nog nooit gezien. 5 minutes later. Sorry, nee. Ik lach niet. Sorry. Ga maar een doekje halen dan. Uit, ja. Deze guy heeft serieus gewoon een gat in mijn plafond gemaakt. Kijk daar. Het is moeilijk te zien. Ik kan ook moeilijk scherp stellen. Maar er zit een gat in het plafond. Ik zal jullie even een reconstructie geven. Nu wel die idee. Ja! Yeah. Doen! Het is zo in het plafond. Ja, dat is niet leuk. Ja, we moesten ook... De enige twee die het plafond hebben beschadigd zijn Benny en Noël. Jeetje, oh, zeg. Ja, ik weet het. Gewoon een deuk. Heeft die plamuur er niet goed gedaan? Oh. Die hebben een prachtig werk geleverd hier. Oh. Nou, we gaan weer verder. Ik ben gelukkig wel aan het winnen van Noël. Zo, dames en heren. We gaan lekker naar bedje. En ik neem jullie eventjes mee omhoog. Want we hebben dus een logier. En dat is Thijs. Dus ik heb voor hem nog eventjes in het stopcontact. Daar heb ik even een verlengsnoer gepakt. Omdat we boven nog geen stopcontact hebben. Maar hier is Thijs. Die gaat lekker logeren hier. Zo, hè? Voor de eerste keer toch, of niet? Ja, is. Ja. Ik zweer het, Andrew. Dit is zo vet. Zo de hoekje. Ik heb niet dat ik daar in de nacht ga zitten, maar... Stel ik heel lekker wakker worden zo, dan ga ik hier zo even mediteren of zo. Kijk dit dan, dat is echt zo'n huisje. Ja. Zo vet. Ja, dat is echt nice. Ja, schitterend.
Dus hier gaat Thijs lekker slapen. Yeah, tandje poetsen en het enige wat hij nog niet kan is douchen. Maar dat is opgemeten, de douchecabine, en die wordt hopelijk zo snel mogelijk geplaatst. Dat is dan hier en dan komt aan deze kant komt een deurtje zo. Dus dat is heel erg nice. Ja, voor de rest kan je wel naar de wc en alles. Sure the droom. All I need, man. Slaap lekker, bro. Check je morgen. Zin in. Tot morgen. Yes, sir. Ga ik lekker bij Marvin inkruipen. Tandje poetsen. Ciao, bro. Slaap lekker, bro. Slaap lekker. Oh, wat een vibe. Zo. Nou, ga ik lekker bij Marvin liggen. Oeh, het is wel heel donker hier. Ja. Mag ik licht aanzetten? Wow, heel licht in één keer. Oké, dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.